thee, meneer? Lekker, Harmsen. Zeg, Harmsen. Is alles nou geregeld voor dat diner vanavond? Wel zeker, meneer. Heeft mevrouw de Vries in de keuken echt alles onder controle? Wel zeker, mevrouw de Vries heeft alles onder controle. Zoals gebruikelijk. Zeg, mevrouw de Vries, wat is er allemaal aan de hand? Oh, Lena, verbrand ik net mijn vinger aan die verrekte hete pannen. Ik laat me ook weer veel te veel opfokken voor de diner van vanavond. Ja, en koud kunnen natuurlijk niet koken. Ja. Nou ja, nou, ik ben zelf ook wel gespannen hè, voor het diner van vanavond. Ja, maar het is tenslotte mijn eerste diner hier in huis. Dat stelt me niet echt gerust, hè? Hoe bedoelt u? Ach, kind, laat maar. Zeg, moet u niet wat op die vingers smeren? Oh, ja, je hebt gelijk. Ik kan er maar beter even wat uienzalf op gaan doen. Mevrouw de Vries, u hoeft toch helemaal niet te kloppen? Pap! Lena! Lieve dochters voor me. Wat kom je hier doen? Wat kom je hier doen? Ja, ik heb helemaal niet veel tijd hoor. Want ik heb een heel belangrijk diner voor te bereiden voor vanavond. Ja, want de oudste dochter van de baron, mejuffrouw Hubertina... Die komt vanavond haar verloofde voorstellen aan de familie. Zo. Dus er zijn nog meer van die chique mensen hier vanavond. Zo. Pap, niet doen. Chique bedoeling, zeg jij. Wat kom je hier eigenlijk doen? Wat kom je doen? Ja, ik heb helemaal niet veel tijd en bovendien mogen ze jullie hier niet zien. Je schaamt je toch zeker niet voor je eigen vader, hè, mag ik hopen? Eerst even wat anders. Ja. Je werkt hier nou al weer een week of 2, 3. Dus ik neem aan dat je weet waar alles staat. Ja, natuurlijk. In het rechterkastje liggen de borden. En in het bovenste linkerlaadje liggen het ontbijtbestek. Lena, dat bedoel ik natuurlijk niet. Ik bedoel meer de spullen die wat meer waarde hebben. Ik weet zeker dat ze spullen hebben waar ze het bestaan niet eens meer vanaf weten. U wil me toch niet vragen van de baron te stelen? Ik wil dat geen stelen noemen, nee. Ik zou dat meer terugvorderen willen noemen. Voor de teveel betaalde geld wat we voor de tochter huisje moesten betalen van die baron. Pap, het is al 10 jaar geleden dat we een huisje huurden van de baron in het dorp. Ja, 10 jaar. Dus 10 jaar de tijd dat om ons schadeloos te stellen, heeft hij niet gedaan. Dus ik zal toch op een andere manier moeten proberen om mijn geld terug te krijgen. Kom eens mee. Kom eens mee! Ziet jij daar die 2 vazen staan, die buitenste 2? Ja. Lijken die op elkaar of lijken die op elkaar? Die lijken op elkaar. Nou, ik weet zeker, als er 1 weg is, ze missen hem niet eens. Pap, dat kan ik toch niet doen? Als ze me snappen, dan raak ik toch mijn baan kwijt? Wat zal zo'n baan niet lopen, Lena? Waar is Lena? Oh, misschien is ze nog in het kolenhok of zo. Ze moet als de wiede weer gaan naar boven om kleding klaar te gaan leggen voor mevrouw Antonia en mejuffrouw Hubertina. Lena! Pap, ze hebben me nodig. Ik moet nu gaan. Stel me niet teleur, Lena. Ah, daar ben je, Lena. Je moet vlug naar boven om kleding klaar te gaan leggen voor vanavond. Ga ik gelijk met mevrouw snijden. En waar is mevrouw de Vries? Oh, die is even wat op haar vingers smeren. Want ze heeft haar vingers gebrand aan de pannen. Ze is namelijk nogal gespannen voor het diner voor vanavond. Gespannen? Ja. Ik zeg het je, Harmsen. Die vrouw heeft haar langste tijd hier gehad. Maar genoeg getreuzeld, er moet nog een hoop gedaan worden. En mevrouw Leiden. Zijn we alleen? Marrekje! Ja, we zijn alleen, Marrekje. Eindelijk! Meneer, hoe laat verwacht u de eerste gast? Om 6 uur, Harmsen. Uitstekend, meneer. Kan ik de 2 meenemen? Nee, Harmsen. Niet? Nee, anders had ik wel ja gezegd, toch? Uitstekend, meneer. Dan kom ik later nog wel eens terug om de thee op te halen. Fijn, Harmsen. We moeten wel oppassen, hoor. Ja, dit is ons al eerder overkomen. En de volgende keer
Dan staan we in een kamer zonder deuren. Ik weet het, Marge, ik weet het. Maar telkenmaal als jij de kamer binnenkomt, dan maakt mijn hart van ongebedelde geilheid een huppelsprongetje. Ja. Maar binnenkort, Marge, als mijn dochter ook getrouwd is en mijn oudste dochter, dan zal er meer tijd zijn om elkaar te zien, hè? Oh, ik kan bijna niet wachten. Ja, nou, weet je, mag je de gravin, hè? Daar had ik nog iets over willen zeggen, over de gravin. Ja, ah, ja. Ik zag dat zij op de gastenlijst van vanavond staat. Ja. Ja. Wie heeft haar eigenlijk uitgenodigd? Die heeft zichzelf uitgenodigd, Marge. Ja, ik kon er gewoon echt niet onderuit, hè? Nee. Zeg maar, jij weet toch dat mijn dochters op zoek zijn naar een nieuwe vrouw voor mij, hè? Nou, ze vinden die gravin, geloof ik, nogal geschikt. Maar ja, je hebt natuurlijk al wat met mij. Ach, natuurlijk, lieverd, ja. Maar voorlopig kunnen wij nog geen stel zijn, Marge. Het zou een schande zijn voor de hele dynastie. Als ik als baron een relatie zou hebben met een dienstmeid. Ach, die verrekte klasse ook altijd. Het komt allemaal wel goed. Ja, er verandert tegenwoordig al zoveel in de wereld. Onze tijd komt ook vast nog wel. Ja, maar tot die tijd zitten wij opgeschikt met de gravin. En andere huwelijkskandidaten dat mijn dochters mee op de proppen komen. Ja, wie komt er eigenlijk voor mevrouw Hubertina vanavond? Nou, zijn naam is Simon Polak. En hij doet iets met diamanten. Marken, trouwens. Mijn schoonzus komt vanavond ook eten. En jij weet het. Ja, ik weet het. Ze is allergisch voor peulvruchten, voor zeevruchten. En ze wordt gammel op de benen van het bloed wat nog uit de rosbief kan lopen. Oh, Marken, wat zou ik toch zonder jou moeten beginnen? Ik heb het gevoel dat de baron iets voor me achterhoudt. Ja, hij doet de laatste tijd toch zo vreemd. Net kwam ik de eetkamer binnen en ik had het gevoel dat ik niet gewenst was. Ja, terwijl ik toch in elk vertrek gewenst ben. Ja, er is mij ook al iets vreemds opgevallen aan de baron. Hij heeft helemaal geen oog voor de vrouwen die zijn dochters hem aandragen. En ik kan me toch niet voorstellen dat een man als de baron na 12 jaar nog zwaar in de rouw is. Waar hadden jullie het over? Niets bijzonders. Heeft u alles klaar voor vanavond, mevrouw de Vries? Maar natuurlijk. En u weet dat tante Petunia ook aanwezig zal zijn? Ja, en die is allergisch voor peulvruchten, voor zeevruchten. En ze wordt gammel op de benen van het bloed wat nog uit de rosbief kan lopen. Zeg, dat is niet om te lachen. Het is een serieuze zaak. Goh, lieverd. Net vanmiddag heb ik 3 uur lang heb ik doppen te staan doppen. Waarom vertelt niemand mij nou dat hij aan de tang ook komt? Nou, als u een tang zoekt, die ligt in het middelste laarzen. Ja, Lena, wij weten waar alles ligt. Maar mevrouw de Vries, die was vergeten dat tante Petunia vanavond komt. En die is allergisch voor zeevruchten, voor peulvruchten. En ze wordt gammel op de benen van het bloed wat nog uit de rosbief kan lopen. Ja, maar wat heeft dat met een tang te maken? Ach, laat maar, Lena. Of kan ze in het algemeen niet tegen bloed? Want ik had vanochtend een sneetje in mijn vinger. Dan kan ik haar beter niet bedienen. Oh, ik ben zo benieuwd wat jullie van Simon zullen vinden. Nou, wij zijn ook allemaal erg nieuwsgierig. Cornelis kijkt er zo naar uit om eens een zwager te krijgen. Kijkt hij er net zo erg naar uit als dat tante Petunia er naar uitkijkt dat jij en Cornelis eens een kind zullen krijgen? Nou, misschien iets minder dan. Zeg, heb je nog een andere potentiële vrouw achter de hand, hè? Voor papa, als de gravin de avond niet doorkomt. Zeker weten. Ik heb ze allemaal een brief gestuurd en ze uitgenodigd om eens langs te komen. Wat een goed idee! Maar wat moet ik nou beginnen met die pan met doppertje? Nou, wat niet weet, wat niet eert. Hoe bedoel je dat, Lena? Nou, ik zou de erwtjes gewoon door de puree heen doen. En dan, dat deed mijn moeder vroeger ook altijd. En zonder dat ik het wist, had ik alles op wat ik eigenlijk niet wist. Maar we kunnen de baron en de familie toch geen puree voorzetten? Maar heeft u nog geen andere groente, mevrouw de Vries? Ja, ik heb nog wel wortelen, maar ja, die ben voor de genering. Ah, prima, dan doen we die als groente. Hoeveel heeft u daar? Ik zal even kijken. Papa. Ik heb er 3. Anna. Papa. Antonia. Maar ja. Antonia, is Cornelis nog op de fabriek? Ja, zeker. Hij moet nog even wat dingen regelen, maar
Hij is u nog steeds zo dankbaar dat u hem dagelijks leiding heeft gegeven over de Broekhuizen rubberfabriek. Ja, ja, ja. De Van Broekhuizen rubberfabriek draagt nog steeds onze naam. Ja. Ik hoop maar dat Cornelis hem hoog kan houden. Hè? Oh, en papa. Ik ben zo benieuwd wat u van Simon zult vinden. Ach, kindje, maak je niet druk. Dat gaat allemaal goed komen. Zolang het maar geen buitenlander is of een Jood of... Papa! Dat kunt u toch niet meer zeggen, anno 1918? De oorlog heeft ons allemaal veranderd. De hele wereld is veranderd. Dus het wordt toch maar een uur heen? Oké. Ik ga alvast de tafel in gereedheid brengen. Margje, jij helpt mij daarbij. Goed, meneer Harmsen. Ik ben bang van wel, dan maar op hoop van zegen. Wat niet weet, wat niet leert. Ach, het zal vast wel allemaal goed komen. Hè? Wat niet weet, wat niet leert. Wat bedoel je daarmee, Lena? Nou, gisteren was hier de melkboer even. En die had zijn hond bij zich. En even later vertelde hij dat die hond die had luizen. Maar dat ik dat maar vooral niet aan iemand moest vertellen. Want dan denkt eigenlijk iedereen dat hij luizen heeft. En dan breekt de pleuris uit. Zeg, Lena, ga je mond spoelen. Zulk taalgebruik dulden we hier niet in huis. En nu stampen, mevrouw de Vries. Stampen die handen alsof uw leven ervan afhangt. De gasten zijn al onderweg. Nou, ik zou wel wat willen drinken, Hansen, maar ik stel voor dat wij dat op het terras doen. Ja, laten we eerst maar eens even een drankje inschenken op het terras. Ja. Prima idee. Nou, Hubert, die loopt met mij mee, hè? Die hond dat luizen, en hij is hier binnen geweest, hè? Voelt ze overal. Ah, dat zal een gast zijn. Ah, meneer Van Bloemendaal, komt u verder. Goeiedag, Hansen. Cornelis, je bent er al. We nemen net wat te drinken op het terras. Ga je mee? Oh, nou daar zeg ik ook geen nee tegen. Hansen, schenk me ook maar iets in hoor. Want ik heb net weer een hele goede deal gesloten voor de rubberfabriek. Oh ja? Ja. Goedenavond, meneer Bloemendaal. Ja, ik ga het u alvast maar. Ik zal zo de drankjes serveren op het terras. Dankjewel, Hansen. Zeg, meneer Hansen. Wat maken ze eigenlijk allemaal in die Broekhuizen rubberfabriek? Ze maken onder andere diverse producten van rubber. Ik kan helemaal geen producten van rubber. Ze maken onder andere rubberfietsbanden. Oh, geen wonder dat ik het niet weet. Ik heb namelijk geen fiets. Hey, Lena. Ze zijn ook van plan om andere producten van rubber te maken. Oh, wat dan? Nou, kun jij je geheim niet bewaren? Ja, natuurlijk. Ik zwijg als het graf. Ze zijn aan het proberen of ze ook condooms van rubber kunnen maken. Condooms? Wat is dat? Ja, dat is... Zeg, wat staan jullie hier te doen? Het is geen lunchpauze. Nou, Margje die staat me net te vertellen wat ze allemaal nog meer gaan maken in de Broekhuizen rubberfabriek. Namelijk condooms. En ze heeft me ook verteld wat dat eigenlijk zijn. Het is namelijk een hele nauwe handschoen, speciaal voor mannen, maar dan voor een dikke vrouw. Juist ja. Daarover hebben we het nog wel eens, want daarover wordt niet gesproken in de hal. En nu vlug aan de slag in de eetkamer, want die tafel wordt niet door de kaboutertjes gedekt. Mevrouw Snijder. Zeg, Margje, mag ik je nog wat vragen? Ja, natuurlijk. Denk jij dat die vazen geld waard zijn? Nou, dat denk ik wel, want alles hier in huis is er veel geld waard. Maar waarom wil jij dat weten? Nou, dan pas ik wel beter op met het afstoffen. Oh, ja, kom, opschieten. Waar heeft u ineens last van?
Oh, mevrouw Snijder, sinds Lena vertelde van die hond van de melkboer dat hij luizen heeft, heb ik overal kriebel. Nee toch, mevrouw de Vries. Echt wel, ik heb er echt last van. Nou, het zal allemaal wel niet zijn. Mijn moeder zei het vroeger al. Gewoon de aandacht op iets anders focussen. Dan gaat de jeuk vanzelf over. En de haren kort houden, want daar houden de luizen niet van. Ik ga nog even bloemen plukken uit de tuin voor op tafel. Makkelijk praten, zeg. Gewoon je aandacht op wat anders focussen. Nou, is makkelijker gezegd dan gedaan. En het wordt ook steeds erger. Nou, zeg, zie je dat? Zou dat nou echt helpen om je haren kort te houden? Ik heb het wellicht proberen. Lastigvallen, zeg, met die stupide vragen waar je iets neer kan zetten, hè? Zeg, wat hebben deze muziekspullen te betekenen, dit? Oh, nou, na het diner zal ik jullie een paar aria's ter gehoor brengen. Oh, mijn trommelvlies zijn nog niet bijgetrokken van de vorige keer. Ze bedoelt het goed. En, die koffer? Nou, voor het geval dat het vanavond wel heel gezellig gaat worden. Ja, en ik dan niet meer...